Buurman. Ja? Ik wil jou zeggen dat ik helemaal zat ben. Ik ben echt scheidziek van dat die hond van jou op mijn stoepje zit te kakken. Oh, hey. Mijn hond? Dan moet je met je eigen zaken. Prima? Ik moet met mijn eigen zaken. Ja. Als jij hond... Ik ruim het iedere keer op. Ik heb er niks van gemerkt. Ik heb drollen moeten wegscheppen omdat het zo vies was. Ik heb iedere keer opgeruimd. Nog één keer, hè, en ik steek die hond van jou met jou bij neer, hè? Ik ben helemaal klaar. Is er weer een dubbel fris op? Ik ben echt heel bang. Claire, doe eens even rustig. Wat is er aan de hand? Ja, dat vertel ik zo wel. Ja, oké, is goed. Kom er zo aan. Doei! Telkens denk ik dat de buurman erachter zit. Jullie konden nooit goed met elkaar omgaan. Al die dreigementen. Voordat ik weet wat er is gebeurd, zal ik niet rusten. Ik mis je. Liefst Claire. Waarom deed je niet open? Ik heb zeker geprobeerd te bellen. Ja, toen net belde er ook al iemand naar, maar er stond er niemand. Echt heel raar. Wat is nou precies aan de hand, Kev? Nou, ik stond net in de kamer om de dubbel tussen te pakken en toen ging de deur vanzelf dicht. En ik stond in de gang en ik keek in de spiegel en toen zag ik Stijn. En voordat jij kwam belde er iemand aan, maar er was niemand. En ik ben echt heel bang. Nou, er is vast niks aan de hand. Misschien dat je nog niet over het overlijden van Stijn heen bent, dat je een beetje alleen voelt. Dat je daarom geluidjes hoort of zo. Maar het zal me wel meevallen hoor. Misschien is het slim om naar een psycholoog te gaan of zo, dat je erachter komt wat het nou misschien precies is. Maar als jij denkt dat dat helpt. Ja, ik hoop gewoon dat ze het begrijpt en dat ik gewoon uit kan leggen wat ik bedoel, snap je? Ja, ik snap het wel, maar het lukt vast wel. Mevrouw Smit. Nou, succes hè. Dank je. Hallo. Claire, mevrouw van Buren. Dus zo zit het allemaal. Ik ben gewoon echt heel bang. Ik voel me geen seconde meer veilig. Ja, dat snap ik. Maar denk je niet dat er iets of iemand achter zit? Ja, soms denk ik dat de buurman erachter zit. Hij en mijn man hadden namelijk nogal vaak ruzie. Verbeeld je het niet of? Ik weet het niet. Claire. Nou, ik heb hier een briefje met medicijnen voorgeschreven, dus je kan nu bij mijn assistent een afspraak maken en dan zie ik u de volgende keer.
Oké, heel erg bedankt. Nou, geen dank. Ik hoop dat u het een beetje beter gaat thuis. Ik hoop het ook. Oké, doei. Dag. Wat wil je drinken? Oude Maries. Hè? Die stoel zit wel scheef. Je hebt ook een briefje bij. Dat was het straks nog niet. Lees dan. Lieve Claire, ik kwam even langs om te kijken hoe het met je gaat. Het maakte me ongerust, maar je was niet thuis. Dus ik liet dit briefje achter. Groetjes. Victor. Alsjeblieft. Dank je.